Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag 1 maart. Ik heb me net fris gewassen. Ik heb mijn haar even naar achter een beetje. Net fris gedoucht, gegeten. En nu gaan we in de zetel ploffen. En het is mijn laatste dag als twintiger vandaag. Want morgen word ik 30. Oh. Dat klinkt echt zo oud. Ik word gewoon 30. Maar oké, het is maar hoe oud je voelt zeker. En ik voel me zeker geen 30. Dus komt goed. Mijn verjaardag in lockdown vieren. Vorig jaar had ik nog geluk gehad. Want mijn 29ste verjaardag... Ja? Milk! Hey! Mijn 29ste verjaardag heb ik nog net in buiten de lockdown kunnen vieren. Dus echt nog een feestje en daarna is de lockdown begonnen. Dus, maar dit jaar 30 en ik wou een grote Dirty 30 party doen. Maar dat zal er niet in zitten. Misschien dat we dat in de zomer of zo nog kunnen goedmaken. Maar dat is ook niet erg, ja. Anders is het voor als ik 40 word. Oh, ik weet niks van wat de planning is morgen. Niels heeft van alles geregeld en mijn ouders ook, denk ik. Dus ja, we zullen zien. Maar ik wou mijn vlog even toch nu al starten. Om zo nog even te zeggen van... Ik ben nog 29 vandaag. Maar nu ga ik... pas morgen vroeg verder vloggen. Dus tot morgen vroeg als ik 30 word. Wat? Ja. Nou, ik ga dat aflezen, hè, want ik heb dat schoon gekocht. 5 minuten. Je dikt, hè? Ja, ik moet toch nog slikken. Goed? Ja. Ik ga beginnen. Hè. Liefste, knapste 30-jarig Billieke. Allereerst wil ik zeggen dat ik u heel graag zie en dat ik hoop dat we dit tot ons 80 kunnen doen. Wat langer, hè? Zeker tot ons 80. 30-jarig Thalisa, kijk eens hoe ver ze het geschopt heeft. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right. Oh my god, ik ben dus net... ik heb een kriebel in mijn keel, sorry. Ik ben net ondergekomen. En alles is helemaal versierd. Zo mooi. Niels heeft echt... Niels is echt all out gegaan. Echt niet normaal. Ik ben echt super, super blij en verrast. Zo mooi. En dan kwam er een pakje van Jolien en Jeno met een ballon en een kaartje. Staat daar en de andere ballon is van Miep van gisteren. En als mijn gezin moet gaan, nee. En heb ik net nog mijn cadeautjes uitgepakt met Niels. Wat dat jullie konden zien, maar versneld. En Niels had een heel tekstje gemaakt en alles. Ik voel me echt... Oh, mijn hart loopt echt over. Ik voel me echt zo... geliefd, heel fijn, echt waar. Kijk hoe schattig. Echt zo van die dirty, dirty quotes en zo. Echt mooi. Dat is dan ook nog eens echt mooi. Ik dacht dat je echt zo van die paar gekleurde ballonnen ging doen. En het blauw, groen, rood, alles. En het is echt gewoon heel mooi zelfs. Echt zalig. En ik heb nieuwe Air Force Ones gekregen. Super blij. Een XXL wijnglas. Hoe leuk. Dan zo een nagelkit. Ook super handig. Met pincetten, maar ook nagelschaartjes en alles erin. Voor uw nagels en uw teennagels en zo allemaal te doen. Maar ook voor haartjes te trekken. Dan een Google Home. Dat wou ik ook super graag. En allemaal Yankee candles. Hoe leuk. You know me so well, hè, babe. Echt waar. En ik zie er echt zo belabberd uit op mijn 30ste. Maar ik ga zelfs wel een beetje schmink op doen. Niels zei dat ik mij niet te veel moest klaarmaken. Hè?
Nee. Maar ik ga wel een beetje make-upje doen. Oké, en nu moest ik van Celine een mailtje open doen. Ik weet niet wat het is, maar ik ga het proberen naar de tv te versturen. Hoe gaat dat nu niet? Ah, dan moet ik een wachtwoord invullen. 2492. En Niels staat op het eerste scherm, dus ben benieuwd. Wat is het? 2492. Oh mijn god, ik heb zenuwen, hè. What the fuck? En het is dus een video of zo die Celine heeft gemaakt. Maar het duurt 8 minuten. Oh ja. Oh, maar er speelt nog niks. Ah, het is nog aan het verbinden, denk ik. Zeker van pas van inhouden. Ik denk je alvast op jouw gezondheid. Cheers. En welkom to the club. Dag Thalisa, al 30 jaar. Ja, dat is wel oud. Maar ik ga niet zeggen wat ze doen, maar eigenlijk zijn. Zeg maar. Idea en Daddy. Zeg maar, ik hou van jou. Aanja. En ik mis je. Mis je. Allah. Zeg maar, hopelijk kunnen we snel een feestje vieren. En is een feestje vieren. En dan zo'n kusje. Mama. Oh, baby. Gelukkige verjaardag van Thalisa. Oh. Een hele dikke proficiat. En ik hoop dat je ondanks deze rare tijden er een superleuke dag van kunt maken. Samen met mij ook natuurlijk. Dat we heel veel jaren samen mogen doorbrengen en ik hoop dat je kunt genieten van uw dagje, van uw tientje, u bent het allerbeste. Ik hou heel veel van u en ja, een heel gelukkige verjaardag, baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, oh mooi. Ik kan er niet tegen zoiets. Oh. Oh, man, man, man. Dankjewel. Ik heb heel de video lang geweend. En die lachen. Oh, super lief, echt waar. Dankjewel. En ik hou ook super veel van u. Oh, ik ook niet. Amai. Ik voel me echt. Oh, mijn hart. Amai. Dat is zo fijn om te weten dat er zoveel mensen zijn die je zo graag zien, hè? En die dat voor je verjaardag doen. Zie dat je in het zitten. Dat is wel een man. Oh my god. Dat was mooi. Al de mensen die ik graag zie hadden een videootje gemaakt en Celine had dat geregeld en die had dat gemonteerd. Super lieve. Moesten wenen, hè. Dat staat allemaal op beeld. Oh, en nu heeft Niels gezorgd voor een ontbijtje van de Breakfast Club. Dat ziet er alweer super goed uit. Oh, I'm so lucky. Echt niet normaal. Ik voel me echt zo geliefd. En het is nog maar 10:30 ochtends. Oh, echt heel fijn. Ondertussen een klein beetje klaargemaakt. Ik heb niet veel gedaan. Gewoon wat concealer. Mascara in mijn haren gesteld. Niels zei dat ik mij niet moest klaarmaken voor Savas. Maar Niels, oh, ik zeg altijd Niels. Nick en Celine komen zo even. Ze gaan fijn buiten zetten. Ik ben echt al. Ik kom zien, hè. Ah, oei. Ik ben echt al hard verwend door meneer hier. Amai. Echt niet normaal.
Kijk wie hier zijn. Hey! Dank u. Heel fijn dat jullie er zijn. Ja, natuurlijk. Hè. Lekker in het zonnetje. Hè. Lekker warm. Celine en ik hebben dan ook nog eens matchy blouseje aan. Woehoe! Celine en ik zijn weg en ik heb echt een super lief cadeau gekregen. Een weekendje weg naar echt een heel mooi, luxueus. Zo, ja, niet chalet, maar zo. Ik denk dat het een soort hotel is, maar zo alles in het hout binnen. Dat is super leuk. En ook nog super mooie bloemen. En nog een fles champagne. Dat is echt super lief. En nu gaan we vertrekken naar ergens wat ik niet weet. Dus het is nu 2:30. Mag ik mijn dingen aandoen? Ja, ik kan wel aandoen, ja? Ik mag mijn dirty, dirty dingen aandoen. Gewassen. Dirty, dirty. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar we zijn ondertussen 6:30 weer. Het is avond. En we waren namiddag naar mijn ouders gegaan. Naar hun huis. Die waren werken. En die hadden een verrassing geregeld. En die hadden een jacuzzi in hun tuin staan. Super leuk. De wellnessen zijn natuurlijk nog niet open. En ik hoopte wel dat we zoiets gingen doen. Maar dit had ik echt niet verwacht. Dus, sorry, ik heb een beetje de hik. Dat was echt super. Echt, ik dacht echt, wow. En we hebben er echt van 2:30, denk ik, deze middag, tot toen mijn mama met de fiets terugkwam van school. Dus 4:00 of zo, iets na 4:00 ingelegen. Hele tijd gewoon in die jacuzzi in de volle zon. Zalig was dat, echt genieten. Dan had mama en papa ook wat hapjes voorzien en champagne en zo. Dus dat was echt super leuk. En nu zijn we even terug thuis, ons komen klaarmaken. Nu gaan we terug naar mama en papa. En dan gaan we nog met mama en papa buiten even aan de chalet. Het is heel mooi weer vandaag trouwens, echt super heet. Gaan we nog iets drinken fijn. En ja, gewoon nog even gezellig. Samen zijn daar en dan komen we daarna terug naar huis. En dan denk ik dat we gewoon ons bed in gaan of zo, want ik ben wel echt moe. Nu ook zo naar die jacuzzi wil ik zo even een dutje doen. In de jacuzzi waren we al bijna aan het slapen. Maar dat was echt het beste idee ooit. Echt zalig. Die hadden trouwens een jacuzzi gehuurd. En die blijft een week staan, als ik me goed herinner. Dus als we willen in het weekend, kunnen we nog eens in de jacuzzi gaan. Dat is echt super leuk. Echt top. En dan Celine en ik waren nog geweest. En ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar we hadden nog een weekendje weggekregen van hun. Ook super zot. Super fijn, super lief. Echt best day ever. Nee, misschien niet ever, maar echt wel... Een zalige dag. Ondertussen zijn we terug thuis. Ik heb niks meer gefilmd van de Vongole. Maar ik zal nog een paar fotootjes toevoegen. En gaan we slapen. Het is 9:45. Maar we zijn echt K.O. Oh. Ik ben echt zo moe. Echt erg. Oh. Echt zo super moe, maar het was echt zo'n fijne dag. Ik beweeg niet meer. Ik ook niet. Echt, het was echt zo'n enorm leuke dag. Ik had het mij echt nooit zo kunnen voorstellen zelfs. En ik ben gewoon zo dankbaar voor alles en iedereen. Voor iedereen die me heeft gedaan aan het videootje voor mij. Voor Celine, Nick. Voor Niels, of course, de persoon die alles
zo leuk heeft gemaakt vandaag. Voor mijn ouders, mijn niet zus. Alles, echt super, super, super leuk. Ik had trouwens ook nog heel veel leuke cadeautjes gekregen van mijn zus en Lucas. Ik zal het direct laten zien. Even mijn pettekussen aandraaien, want ik heb wel echt buikpijn. Ik heb zoveel gesnoept vandaag en gedronken en gegeten en not good for my belly. Ik had dus ook nog dit boek gekregen van Miep, super interessant ook. Dan nog een beschermcoin, die ga ik in mijn portemonnee doen. Maar die... ik had ook nog een steen, wou ik zeggen, maar die heb ik boven. En nog een, zo'n bescherm, enkel voor aan het kussentje. En van mijn zus had ik nog zo'n super mooie kokosnootballs gekregen. Kijk, hoe leuk. Dat is echt zo tof. En zo'n tarotkaartendek. Dus daar ben ik echt super blij mee. En een super schattige konijntjesmok. Ik weet niet of ik had laten zien al wat ik van Niels had. Ik denk dat wel. Maar nog eens even een overview. Een Air Force had ik ook nog. En deze had ik ook nog van mijn zus. Om te poetsen. Zalig. Echt zo leuk. Ik weet al niet meer wat ik allemaal heb gezegd. Misschien ben ik alles echt aan het herhalen. En van mijn ouders een superleuke verrassing met de jacuzzi. En dan ook nog centjes. Dus echt... ja, super leuk. En van Niels zijn ouders had ik ook, maar dat had ik in de week al gekregen. Nog een bon voor de Floralux en van de Casa. Dat is ook super leuk. Echt, ik ben echt zo hard verwend geweest. Echt niet normaal. Ik ga hier nu ook de vlog afsluiten, want het is echt tijd om te gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het leuk om mijn verjaardagsvlog te zien. Dank u aan mijn schatje om alles zo goed te regelen. Je bent best, echt waar. Ik heb me nog nooit zo geliefd gevoeld. Dat was echt zo lief. Ik ging net echt zo'n harde boer laten zetten toen dat met de camera even in de doos kwam. Kom maar. Nee, ik heb hem wel binnen zijn mond gelaten. En geslikt. En geslikt, ja. Oh. Maar je mag boeren op de video, dat weet je. Dat mag. Oké. Hopelijk vonden jullie het dus leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zien we jullie... snel weer!